Goedemiddag alweer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe week. Het is vandaag maandag en we gaan naar een leuke locatie. We gaan niet zeggen waar. Nee, het is iets verder dan Zwolle, dus het is een uurtje rijden. Even snel naar de winkel wat eten halen. En dan gaan we een clip schieten. Ik ga nog niet zeggen waar. Het is wel een leuke locatie. Ik heb altijd al daar een clip willen schieten. Dus we gaan vandaag gaan we het gewoon doen. Het is mooi weer vandaag, 26 graden. Mike Embers komt er alweer aan. 26 graden, chill man. En dat is duur man. Het is maandag, het is gewoon maandag en ik heb weekend. Zaterdag voetbal, vrijdag heb ik gewerkt, zondag heb ik gewerkt, gisteren dus. En ik heb nu gewoon weekend, maandag en dinsdag. Dus we gaan naar de locatie en dan nemen we jullie vandaag gewoon weer mee. De hele week nemen we jullie weer mee. Hopen dat de kijkers zo gaan en de duimpjes zo. Shout out Europe Car. Ja man. We hebben een mooie auto meegekregen. En ja man. Dikke flatscreen erin. Ja man, zin in vandaag. Altijd, we gaan weer wat moois maken. We got this. I got this, my fucking team got this, full string got this. Dat is Fuse Tea. En als je houdt van iced tea, moet je deze echt een keer proberen. De laatste tijd in de vlog ging Bis en ik echt veel met elkaar om. En mijn broertje trouwens ook. Twee weken terug hadden mijn broertje en Bis elkaar nog nooit ontmoet. En toen hadden ze elkaar ontmoet. En nu maar we kennen elkaar al wel. Ja, jullie kennen elkaar al wel. Nu chillen we echt vaak en Bis me vlak bij mij. Dus de laatste tijd zijn we ook vaak aan het voetballen en zo met mooi weer. Zo echt goede dingen, leuke dingen ook. Eigenlijk moeten we even binnenkomen zo'n ballistisch doen aan de vooruitgang man, van ballistisch. Yeah, yeah, yeah. Gewoon even nog een kans. Ja, ik heb lang geen voetbalfilmpje meer opgenomen. Wij planken nog even door en zien jullie zo op de locatie. Shish. Jij maakt de geluidsovergangen. We hebben klein anderhalf uur gereden en we zijn aangekomen op de locatie. Bis gaat omkleden, ik ga mijn camera in elkaar zetten. En ja want het is een mooi natuurgebied hier. En we gaan hier een keiharde video opnemen. Ik heb echt zin in. Ik ben weer gretig. Mag ik praten met volle mond? Maak door toch! Camera is opgezet. Net als mijn zonnebril is ook opgezet. Pick-up van hem maken, dan gaan ja, we maar richting. Ja, maar ik zeg je eerlijk. Zou dat dan deed man. Door deze man was ik nooit geweest wie ik was, maar ik zeg je eerlijk. Dick. Love. En begin hem alvast te boeken voor je clips, shit, want deze man gaat... Doe leuk, zeg het even. Doe leuk dat de prijs onbetaalbaar wordt, dan doe het niet meer leuk. Oké dan, maar je toch, ik ben sowieso altijd jut gekomen met die, dus... Ja man. Toch? Maar daarom zeg ik jullie, begin te boeken, want de kwaliteit gaat shish, omhoog. Jullie moeten voor de gein gewoon even op mijn kanaal kijken, BizNL, dan moet je vanaf begin tot het einde van de clips kijken en kijken hoe het in een jaar omhoog is gegaan. Dat gaan jullie zien. Oké, de eerste paar shots zijn gemaakt, de performance shots. Op deze mooie locatie, ik heb het jullie nog niet eens laten zien eigenlijk. De camera is ready en we gaan naar de tweede locatie. Het is wel warm, net een woestijn hier. Maar we gaan even kijken wat we daar hebben. Misschien nog wat shots in dat bos daar. Oei, wat ben ik aan het doen? We zijn dus op zoek naar de tweede locatie. Bis heeft de camera overgenomen, hij is het lopen nu al zat. Maar dit is wel mooi man, als je dit zo deze hele dingers op de achtergrond hebt. We hebben een probleem jongens. Een horsel of een kever in de waggie. Ik haat dit. Hij zit op de rand van mijn tas. Wat doet een kever dan? Een kever niks, maar het is gewoon echt fucked up vieze beesten, kill. Jakka. Hey, kijk, daar gaat hij. Moet je kijken. Je ziet hem niet eens op beeld, maar what the fuck. Hij is weg. Yes! We gaan nu heel snel die clip schieten, man. Ik wil echt hier challen nu, man. Ja, ik ben bang hè, nu. Ik hou niet van insecten, man. Oh mijn god, een hert, kill. Waar? We zijn klaar met de clipshoot. Het is 4:15.
ongeveer 2 uur over gedaan wel. Misschien dat we ergens onderweg even gaan stoppen om wat koude drinken te halen. Want ik heb wel een pak, maar die stond de hele tijd in de auto, dus super warm. Ja, leuk om ook een keer op zo'n locatie te filmen. Zwaar wel, omdat ik heb die stabilizer. Ja, maar ik vond het zelfs zwaar, man. Ja, dan moet ik ook nog zeg maar in dat zand. Maar ja, man, dat zijn wel goede dingen. Ik denk wel dat we iets vets hebben bereikt. Iets vets hebben gaan neerzetten. Maar dat zien jullie binnenkort. Tof dat die, zoals ik ook al vaker heb gezegd, die clip is. Je denkt trap, want dat is een trap nummer. Maar ja, misschien is dat wel echt iets vernieuwends. Ja, man. Niemand verwacht het, want bij het trap nummer is het meestal gewoon in een wijk of zo. You remind me of a girl that I once knew. See your face whenever I look at you. You won't believe all of the things I need to see. Filo! Ja. Ken je? Ken je ze? Ja. Filo. Echt? Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on your shirt. Hey. Ik ben met mijn jongens op de highway. Ver buiten de stad en ik rij highway. Maar ik heb een show, dat is de grime. Dat is de grime. Goedemorgen, het is opeens de volgende dag. Ik was vergeten gisteren nog te vloggen. Ik had de beelden ingeladen, we waren pas om, hoe laat waren we eigenlijk thuis? 7 uur waren we volgens mij thuis. Omdat we in de file stonden en we gingen nog bij de Mackie even eten. Dus we waren om 7 uur thuis. Vandaag is het weer lekker weer, morgen ook weer. En vandaag gaan we eventjes lunchen. We gaan zo eventjes de stad in. Ik woon naar de kapper. Moet je kijken, wow, dit is ook wel echt. Maar ik ga morgen naar de kapper. En vandaag gaan we dus eventjes lunchen, vanavond voetbaltraining en dan gaan we wel zien wat we voor de rest van vandaag gaan doen. We zijn bij Cappuccino, we zitten op een heel mooi plekje. We hebben weer broodjes besteld en een cappuccino en een iced tea. Gezellig. Maar hij gaat even de stad in met Emma en het is gelijk hele leegkoop. Jongen. Oké, ik heb niet meer gevlogd nadat we de stad in zijn geweest, maar Emma heeft haar wenkbrauwen laten doen en ik heb net even pasta gemaakt, want het is nu bijna 6:30 en om 7 uur moet ik weg. Dus dan ga ik naar voetbaltraining. Oké, dat beschrijft precies hoe ik me voel. Maar gisteren niet echt veel gevlogd. Het is vandaag woensdag en ik heb lekker uitgeslapen. Het is 11 uur. Gisteren hebben we niet echt veel gedaan. Ik had alleen nog voetbaltraining. Emma had wel wat gedaan, maar ze wou de camera niet meenemen. Wel echt jammer, want ze was met haar hockeyteam en ze gingen bij Hoornsemeer barbecuen en in een bootje. Dus jammer dat ze het niet heeft gedaan. Vandaag is Emma aan het oppassen. Ja, dat is sowieso een beetje raar als ze de camera dan meeneemt. Want het is de eerste keer dat ze oppast op die kindjes. En dan ja, is ook een beetje privacy van die mensen. Dus gisteren ben ik helaas weer geblesseerd uitgevallen bij voetbaltraining. Vandaag voelt mijn enkel wel weer wat beter aan. Ik zou eigenlijk een balletje trappen met Bis, maar ik ga zo even contact met hem opnemen en kijken wat we vandaag gaan doen. Drink dippen. Wat een gekke locatie. Ik ook. Weet je hoeveel vragen ik heb? Van waar is dat? Waar is dat? Toch maar even voetballen, ondanks dat het warm is. Kijk hoe het met mijn enkel gaat en dan ja, we gaan gewoon even een balletje trappen. Ik heb vandaag de hele dag opgepast in Eeldem. Met een beetje back af. Het is 7:07. En ik ga zo meteen nog even met Lotte en met Floor wat drinken of zo. Misschien hier gewoon even chillen. En Demi vroeg mij of ik dat wilde filmen. Nou, vorige keer was het niet echt succes met Lotte. Dus ik moet even kijken of dat wat wordt. Ik heb trouwens mijn wenkbrauwen gedaan bij Lash & Brow Bar. Bij Lash & Brow Bar in de Volkingenstraat. Daar ben ik, ik heb eigenlijk altijd mijn vaste spot. Dit is het eindresultaat. And I'm very happy with it. Oké, om 7:45 vanochtend was ik, ging naar Eelde. En toen was het hier echt zo'n troepje. Echt de hele keuken stond vol met afwas.
Wasrekjes waren zeg maar gisteravond binnengehaald, maar lagen op tafel en dat was gewoon kut. En ja, het was gewoon echt een troepje. En ik kom thuis en de was is opgevouwen. Ik weet niet of je mij volgt op Insta, maar ik had laatst een challenge gedaan. Hoe lang de kast het volhoudt, zeg maar. Om netjes te blijven. Nou, dat heeft hij dus best goed gedaan. Maar Demi vouwt altijd heel raar op. Dit mag je er niet uitknippen als je dit gaat eten. Maar toen was de was opgevouwen. De keuken is helemaal opgeruimd. Nou, ik weet niet wat ik zie, joh. Echt. En bed was opgemaakt. Dat doe ik ook meestal altijd. Maar echt een schat. Dat zijn kleine dingetjes die me zo goed doen. Ja. Yeah. Daar is Lotje van de buurt. Emma heeft een schoteltje gemaakt. Heb je gisteren nog gevlogd trouwens? Emma heeft een lekker dagje vlogjes gekeken, denk ik. Of weet niet, of series. Emma wilde niet op. Ik heb vandaag gewerkt en ik ben net thuis aan. Ik ga nu even lekker eten. Het is vandaag hemelvaartsdag. En ik ben na het eten bij jullie terug. Want misschien gaan we nog iets doen vanavond. Oké, het eten is op en ik zal even de planning vertellen. Ik ben nu eventjes koffie aan het maken, want ja, toch wel een beetje kapot. Maar het maakt niet uit, we gaan iets leuks doen vanavond. Ik ga straks met Bis voetballen, samen met Jermaine. En daarna gaan we even een trailertje maken voor de videoclip die volgende week uitkomt van Bis, die we maandag hebben geschoten. En als we daarmee klaar zijn, dan ga ik naar Westen. Dat is een jongen uit mijn voetbalteam en mijn broertje komt daar ook. En nog een andere jongen uit mijn voetbalteam komt daar ook. En dan gaan we een FIFA toernooitje doen. En dan gaan we niet al te laat maken, want morgen moet gewoon weer gewerkt worden. Nou, hallo allemaal. Zoals je ziet ben ik heel erg toekie en heb ik niks gedaan vandaag. Maar ik heb wat pakketjes waar ik heel erg blij mee ben. Oké, ik zal wel even vertellen hoe dit was. Nou, oké, ik doe wel gewoon zo. Ik ben dus make-uploos. Ik heb de hele dag niks gedaan. Maar oké, ik had dus wat dingetjes besteld bij Zafool. Want ik zag dat steeds op Facebook voorbij komen. En het leek me wel leuk om dat een beetje... Nou ja, ik ging daar gewoon even op kijken. En toen zag ik best wel een paar leuke dingetjes. Toen heb ik dat maar gewoon besteld. Ik dacht, ja, weet je, ik kan niet altijd Zara en weet ik veel wat. Want ik zag daar ook heel veel leuke bikinis. Daar kwam het eigenlijk op. Ik zag een hele leuke bikini en toen dacht ik, oh, ze hebben ook andere shit. Dus toen ging ik zo kijken. Oh, dat ik dit doe, jongen. Ik heb wallen, ik heb dingen. Nou ja, maakt het niet uit. Dus ik ga jullie nu even laten zien. Welkom bij De Lamp en Emma. Maar ik ga het even zo doen. Een off-the-shoulder top met flared armpjes dingetjes gedaan. Nou, hij ruikt niet eens heel erg Chinees of zo. Nou ja, niet dat Chinees. Nou, niet dat dat erg is, maar je snapt wel wat ik bedoel. En deze was 6 euro en de kwaliteit is gewoon goed. Is gewoon een blouse stof. Ik heb nergens naadjes eruit of zo. Oh, of toch wel? Ja, hier wel. Nou ja, weet je, fuck it voor 6 euro. Ik bedoel, daar kun je ook een shirtje van bij de Primark halen. Maar deze vond ik gewoon heel erg leuk. Laat maar gewoon verder naar de volgende. Deze. Oké, hier zit een verhaal achter. Dit blouse hadden ze heel vorig jaar, 2 jaar geleden misschien, denk ik wel 3 jaar, weet ik veel, bij de Zara. En daar ben ik al mijn hele leven naar op zoek. United Wardrobe had het niet. Nou ja, een meisje uit België had het, maar die wou mij niet verkopen. Dus toen ging ik daar ook naar zoeken. En toen hadden ze hem gewoon op deze. En ik vind deze heel erg leuk, want ik hou van panterprint, maar niet too much. En ik hou van witte blouses, want daar lijk ik bruin in. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En deze was ook maar 6 euro, dus joh. En deze ruikt ook niet Chinees. Dan, waar het allemaal om ging, de bikini. Waar ze overigens wel echt hele leuke bikinis hebben, vind ik. Maar daar heb je dus ook een United Wardrobe ding van. Trouwens, hier betaal ik gewoon met Ideal, dus dat kan gewoon. Ik hoef niet met creditcard of zo. Dit is het broekje. Ja, dit is de achterkant. En dan iets waar ik heel erg van schrok. Maar ik moet hem even goed doen. Be right back bij jullie. En dit was een XL. En als dit zeg maar de dinges is, dit is mijn hand. Nou ja, je kan het niet echt zien. Maar dit ding is tyfus klein. Ik ga hem zo even passen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe die zit.
Maar ik denk dus dat ik deze niet pas. Maar het broekje is wel heel leuk. En ik dacht, ik doe geel, want daar lijkt je bruin in. Zoals jullie nu al 1000 keer horen, wil ik overal bruin in lijken. En dan hebben we het laatste item. Oh, die bikini was 13. Dus dat is dan nog wel, nou niet duur, maar iets duurder. En dan dit shirtje, maar deze begrijp ik niet helemaal, want op de side had hij een knoop in het midden. Maar ik vind hem wel heel erg leuk trouwens. Er staat honey op, honey. Stil blijven. Maar hij had dus zeg maar hier een knoop, zodat je dan mooi zo, nou ja, kan ik zelf ook wel doen eigenlijk. Oeh, deze ruikt wel een beetje Chinees. Oef. Nou, dat was weer de shopblog. Voor de rest heb ik de hele dag niks gedaan. Dames en heren, een debuutje voor Westen. Want we zijn bij Westen thuis en dit is een debuutje in de vlog. En we zijn FIFA toernooitje aan het doen. Roy, Bas, Wester en ik. En we gaan kijken wie FIFA koning, ja. Wie krijgt de titel FIFA koning vandaag? Ik heb een toto gezet op Roy. Maar Wester kan er ook maar zo mee vandoor gaan. We gaan het zien. Oké, okay, winnaar van de avond, Roy Mertens. Helaas. Maar kijk, ik zal even opnoemen. Real Madrid, laatste, Wester. Barcelona, Bas, derde. Paris, ik. En Bayern, Roy. Maar daar had ik ook Toto op gezet. Alleen de andere Toto op Wester is helemaal fout gelopen. Oké, okay, het is vrijdag. Gisteren was het 2:30 of zo geworden dat ik thuis was. Dus best wel laat. De FIFA koning is alweer naar huis. Terwijl Roy, we hebben even een tossetje gemaakt. Vandaag gaan we niet zoveel doen. En dat is een, denk ik, een beetje wat de hele week afspeelt. Niet echt heel veel bijzondere dingen gedaan. Dus niet echt veel gevlogd. Emma heeft nog wel gevlogd. Haar shopblogje gisteren. Maar we hebben even een tossetje. Ik ga straks werken. Emma gaat uit eten. Met haar opa en oma uit Italië. Dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik denk ook niet dat er veel gefilmd gaat worden. Dus dat dit einde van deze week alweer is. Zien we jullie graag volgende week weer terug, hoor. Ja. Of niet dan? Doe. Dus bedankt voor het kijken. Dit is de tosti waar ik het over had. Waar had je het over dan? Met chips. Met chips, ja, dat is hem, hè. De enige echte. Ja. Dus bedankt voor het kijken en we zien jullie graag volgende week weer terug.